We hebben hartstikke goed nieuws, want het momentum groeit. Ons vrijwilligerscollectief doet het prima en we hebben van het collectief geleerd dat er nog zoveel wel kan, ondanks dat mensen met dementie hebben. Maar we hebben ook gezien dat er een behoefte is aan beter contact. En daarom hebben we besloten dat we workshops gaan verzorgen. 3 keer 2, voor mantelzorgers, voor zorgmedewerkers en voor vrijwilligers, ieder vanuit zijn eigen perspectief. En daarin focussen we ons op hoe we de samenwerking beter krijgen tussen de formele, hè, de professionals, en de informele zorg, de mantelzorgers en de vrijwilligers. Met maar één doel, en dat is dat de aandacht rondom mensen met dementie verbetert. En een van de redenen waarom ik mijn politieke carrière ben begonnen, is dat we veel meer aandacht mogen hebben voor onze ouderen en onze senioren. En natuurlijk is een hele belangrijke groep, nu al, maar zeker in de toekomst, mensen met dementie. Ik denk dat het ontzettend zinvol is om gewoon meer te weten over dementie. Maar ook vooral dat momentum allerlei handvaten geeft hoe je nou om kan gaan met iemand met dementie. En dat geldt niet alleen maar voor partners, maar ook het bredere netwerk van mensen met dementie. Het is gewoon heel goed om te leren over de mens achter de dementie en hoe je ermee om kan gaan. Dus heb je interesse, kijk op de website www.hetmomentum.nl. En ik ga nu even door.